Nederland heeft de eerste aanval van de winter achter de rug. Bij de terugtocht heeft het er intussen wel even om gespannen, want het werd spiegelglad op onze verkeerswegen. Wie over de afsluitdijk naar Friesland glibberde, kwam daar in een verdrietig land terecht. Want de gemalen werkten er weer. En de aanhoudende regenval deed de rest om het elfstedenijs te laten verdwijnen. En in de Groene Weide in Leeuwarden moest men de inleggelden voor de tocht terugbetalen. Maar het verkeer moest een veel zwaardere tol betalen. Men moet bewondering hebben voor het personeel van de takelwagens, dat niet aarzelde om naar gestrande automobilisten toe te glijden en dat hen zelfs weer op de weg bracht. In spanning wacht heel Nederland af of de winter opnieuw zal toeslaan. En zo ja, hoe lang een tweede offensief dan wel zal duren.